Er is grote belangstelling voor de nieuwe opleidingen die door de stichting De Backlot zijn geïntroduceerd. Dat was te merken aan het aantal gegadigden dat aanwezig was op de informatieavond die gisteren is gehouden in de hal. De Backlot Academy begint in januari 2019 met 3 MBO-opleidingen. Gegadigden kunnen opgeleid worden in cultural event management als social media en audiovisual professional. De opleidingen worden in de avonduren verzorgd en duren 1 jaar. Colleges en stages zijn elk voor een periode van 6 maanden, legt Esperanza Bodeuts, consultant bij de Backlot Academy, uit. Volgens Olivia Samuel, docent Cultural Event Management, is dit een geweldig initiatief van de Backlot. Wat we misschien erbij moeten vermelden is dat we elke opleiding maar 15 plekken hebben. Dus we willen wel gemotiveerde mensen die deze opleiding willen gaan volgen. En hoe weten we of iemand gemotiveerd is? Dat weet je pas na een intakegesprek. Kom ons vertellen, kom met ons praten. Om je in te kunnen schrijven moet je MULO plus werk-denkniveau hebben. Je moet 21 jaar oud zijn. Vul alles in. En voldoen je niet aan die voorwaarden. Ik vind persoonlijk dat het amazing is. Ik ben eventplanner van beroep en ik had gehoopt dat er jaren geleden ook zo'n opleiding was waarbij ik echt gewoon van mijn passie mijn werk kan maken. En het is echt gewoon tijd dat er in Suriname iets meer wordt gedaan met de creatieve industrie. Dus als er mensen daar buiten zijn die iets creatiefs willen doen, als in eventplanning, social media marketing en audiovisual, hier moet je zijn. Eddy Wijngaarde, directeur van stichting De Backlot, noemde de opkomst heel verrassend. Hij is blij dat er nu meer interesse bestaat voor de creatieve industrie. Obed Canapé, voordrachtkunstenaar, heeft interesse voor de opleiding Audiovisual Professional. Hij geeft aan waarom die keuze. Hierbij krijgen jongeren die de kans die gehad hebben in de reguliere opleiding om toch nog iets bij te kunnen spijkeren, waardoor ze een betere kans hebben in de maatschappij. En de creatieve industrie is booming all over the world. Dus de kans dat hier ook iets gaat ontstaan in Suriname is heel groot. En niet meer naar de mijnbouw kijken, maar kijk even naar andere mogelijkheden die gegeven worden, die ook in de wereld nodig zijn. Ik ben voordrachtkunstenaar en ik ben student sociologie op de Antonicom Universiteit. En als onderzoeker wil ik mijn onderzoekresultaten niet alleen zeg maar op papier, maar ik wil hem ook in beweegbaar beeld brengen voor mensen, zodat ze op een andere manier contact krijgen met mijn verhaal. En ik werk ook op de afdeling documentatie, informatie en onderzoek bij het ministerie van regionale ontwikkeling, dus ik kan hem ook daarin zetten. Dat is dus Obed Canapé, die interesse heeft voor de opleiding Audiovisual Professional. En daarvoor zag hij Eddy Wijngaarde, directeur van de stichting The Backlot. Ze spraken gisteravond tijdens de informatieavond voor de nieuwe opleidingen die The Backlot vanaf januari 2019 zal verzorgen. De infoavond is gehouden in de hal en dat is aan de Grote Combiweg.